17 maart met St. Patrick's Day zouden wij een grote opening hebben. Die zondag daarvoor, de 15e, toen kregen we te horen dat het hele feestje niet doorging. En dat we eigenlijk helemaal niet meer open mochten. Wat dacht je? Ik dacht, wat gebeurt me nou? Ja, gewoon eigenlijk perplex. Dat, ja, je bent gewoon met stomheid geslagen. Dat, ja, je leeft er eigenlijk al maanden naartoe om dan open te gaan. Je hebt die hele tent van voor naar achter heb je helemaal vol en klaar om er een knallend feest van te maken. En dan ja, gaat het niet door. Pieter de Rode werkt al lang in de Leidse horeca. Zijn droom was altijd om ooit nog een eigen café te hebben. Na maanden onderhandelen was het in maart eindelijk zover. Samen met een compagnon kon hij een van de bekendste cafés van Leiden overnemen, North End. Gelegen aan het drukste kruispunt van Leiden. Maar de geplande verbouwing gaat voorlopig niet door. Nou ja, uit het bouwbudget hebben we eigenlijk de coronatijd doorgebracht. Dus dat, we moeten dat ja, toch wel een jaar opschuiven. Willen we kunnen gaan verbouwen weer. Hoe moeilijk is het voor jullie nu om nu te overleven? Ja, nou ja, het is wat ik tegen een hoop mensen zeg, het is meer hobbyën dan dat het werk is. Tenminste, ja, we mogen 30 man binnen, hartstikke leuk, maar dan blijft er weinig over met 30 man. Want de kosten zijn hoger dan die 30 man bij elkaar kunnen drinken. Ik denk dat, dat er eigenlijk met twee maten een beetje wordt gemeten en dat dat ook het gevoel is van de horeca hier in Leiden. Dat ja, wij heel erg streng worden gecontroleerd en ons echt op die anderhalve meter moeten, daaraan moeten houden. En dat je inderdaad in de supermarkt of nou ja, elke willekeurige winkel, dat daar eigenlijk ja, het niet wordt nageleefd en dat er ook niet op gehand wordt gehaven. Hoe zie je het komende jaar voor je? Want die anderhalve meter, daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Ik denk dat het een heel moeilijk jaar gaat worden. En ja, dat het vooral overeind blijven wordt. En dan hopen we op betere tijden. Super. Dan gaat het door. Dit soort drinken?